De Suzuki Swift wordt ook wel gezien als de poor man's mini. Nou, hij heeft natuurlijk wat uiterlijke gelijkenissen, maar ook het sturen doet er best wel een beetje aan denken. En waar je bij een mini nogal eens de portemonnee moet trekken om gebreken te verhelpen, doet de Swift alles met de typisch Japanse betrouwbaarheid. Maar ja, als je er eenmaal binnen zit, dan is dat mini-gevoel weer subiet verdwenen. Hier geen mooie tuimelschakelaars of chique klokken. Het doet hier allemaal typisch Japans aan. Hier valt echt helemaal niets bijzonders te zien. Sterker nog, het doet eigenlijk een beetje goedkoop aan allemaal. En dat is op zich weer niet vreemd, want een Suzuki Swift is natuurlijk nooit een dure auto geweest. Eigenlijk is een Suzuki Swift op elk gebied een beetje ongeraffineerd. Neem dan bijvoorbeeld de zitpositie. Het duurt eventjes voordat je lekker zit en een stuur dat in diepte verstelbaar is. Ja, dat ga je in deze auto gewoon niet vinden. Maar goed, als je dan over het rijden praat, ja, dan is het echt wel een heerlijke auto hoor. Hij stuurt als een scheermes, net als een mini dus. En welke motor je ook kiest, een afrader zit er gewoon niet tussen. Het begint met een 1.3 met 92 pk. En de 1.5 die doet er nog eens 10 pk bovenop. Nou, die zijn echt prima geschikt voor de Swift. Ja, als je nog wat meer wil, dan is er ook nog de 1.6. Dat is de Swift Sport. Die heeft 125 pk. Maar een nadeel van die auto is wel dat die echt plankhard geveerd is. En dan te bedenken dat je een normale Swift ook al niet echt koopt om het comfort. Dan is er ook nog de DDIS. Die mag ook niet onvermeld blijven. Dat is een diesel, een 1.3 van Fiat. En ja, als nieuwe auto is die niet echt relevant geweest. En als occasion is die dat dus ook niet. De Swift van deze generatie is er als 3 en 5 deurs. Hij weegt zo'n 1000 kilo, je haalt hem met gemak 1 op 15 mee. En hij zal je verder op geen enkele manier voor verrassingen stellen. Kortom, als je voor een klein budget een leuke, goed rijdende en betrouwbare auto zoekt, ja, dan is de Swift echt een regelrechte aanrader. Waar moet je op letten bij aanschaf? Nou, allereerst de uitrustingsniveaus, de GA en de B's, die zijn zo kaal als een luis. Pas vanaf de GLS wordt het wel wat. Maar als je bijvoorbeeld airco zoekt, ja, dan moet je weer een paar trapjes omhoog. Nou, je kan je permitteren om te zoeken, want er zijn zat Swifts in het occasion aanbod. Dus zoek gewoon door tot je de goede hebt gevonden. Ja, technisch is die Swift dus dik in orde. Hooguit kun je zeggen dat de schokbrekers nogal licht zijn uitgevoerd. Die slijten nogal snel. Ja, en versleten schokbrekers, dat is geen afkeurpunt voor de APK. Dus dan moet je zelf bij de proefrit goed opletten of die nog in goede staat zijn. Ja, verder is de versnellingsbak soms wel eens een pijnpunt bij de Swift. Ook tijdens de proefrit goed controleren of die bijgeluiden maakt of die lekker schakelt. En ja, dat is het wel een beetje. De versnellingsbak, als die bijgeluiden gaat maken, van die slijpende geluiden erbij, dan is de bak op zijn einde en dan zal die dus verwisseld moeten worden. Maar ja, dat gebeurt echt niet zo gauw hoor. Dan heeft een Swift al klokje rondachtige kilometerstanden als dat dus voorkomt. Nou, en dan is het natuurlijk nog het weetje over de Suzuki Swift. De auto is gebouwd in Hongarije, maar op een gegeven moment zat de fabriek daar aan zijn maximale productiecapaciteit. Dus toen zijn er ook auto's uit Japan gehaald. Nou, de auto's uit Japan die herken je omdat ze de antenne achter op het dak hebben staan. En het zijn meestal de Shogun uitvoeringen en de vierwielaandrijving uitvoeringen die uit Japan komen. 4WD versies overigens heel zeldzaam in Nederland natuurlijk. Het verhaal wil dat de in Japan gebouwde Swifts een betere bouwkwaliteit hebben en dat ze ook wat minder roestgevoelig zijn dan de Hongaarse. Maar daarmee wil ik zeker niet zeggen dat een Hongaarse Swift een slechte auto is. De Suzuki Swift, hier een 1300 benzine. De meest voorkomende motoren zijn de 1300 en de 1500 benzine. Allebei aangedreven door een ketting qua distributie. De betrouwbaarheid van motoren is goed. Er zijn weinig problemen mee. Redelijk simpele techniek. Qua onderhoud, regulier onderhoud, zijn de onderdelen ook gewoon vrij betaalbaar. Vaak onder het rijden bij een rammel aan de onderkant bij de Swift. In combinatie met een brandend ABS-lampje. Is vaak de ABS-ring gebroken die op de aandrijfas bevestigd zit. Gelukkig is deze ring los te vervangen, wat niet al te veel kosten met zich meebrengt. Wat wel eens voorkomt is dat de Swifties olie gaan lekken. Vaak komt dit door het oliefilter. Het oliefilter hangt onder de auto en die hangt niet echt beschut door pekel, regenwater, waardoor de behuizing gaat roesten en tot zover doorroest dat hij daaruit olie gaat lekken.
Soms krijgen de Zwiftjes met schakelen dat ze zwaar gaan schakelen, dat ze moeilijk uit de versnelling gehaald kunnen worden. Er komt dan vocht in de versnellingsbak en om dit te repareren moet de versnellingsbak gedemonteerd worden en naar een revisiebedrijf gebracht worden om te reviseren, wat vaak wel wat hoog in de kosten loopt. De Suzuki Swift is geproduceerd in Japan en in Hongarije. Waar die geproduceerd is, kan je uit het chassisnummer halen. Als die in Japan geproduceerd is, begint het chassisnummer met JSA. Mocht die uit Hongarije komen, dan begint het chassisnummer met TSM. Over het algemeen is de carrosserie van de Japanse uitvoering een stuk beter dan de Hongaarse uitvoering. Want dan hebben we toch vaak, wat we zien, sneller roestvorming op het chassis. Soms hebben de Swift wel eens wat elektrische storingjes. Betreft de stralenvergrendeling die werkt, ruitenwissers of de binnenverlichting. Vaak met deze storingen zit er een defect in de BCM, oftewel de Body Control Unit. Dit is meestal alleen op te lossen met vervanging van de BCM zelf.